Waarom lijkt Maarten extra grumpy bij de slimste mens? Doet hij dat expres? Want daardoor krijgen mensen een hele andere indruk van hem. Ik doe helemaal niet extra grumpy. Het zijn meestal... mensen hebben altijd de raarste ideeën. Maar ik doe niet extra grumpy. Ik ben vaak, volgens mij... wordt er ook altijd melding gemaakt van het feit dat ik gelachen heb. Of dat ik vrolijk was. Of nou weet ik voor wat. Met Verlossum, kunt u mij horen? Ja, ik overdrijf niet als ik zeg dat we zijn overspoeld met ideeën voor een onderwerp voor de live podcast op 20 september in Utrecht. Jonge Sander Maarten die zegt via Maarten Podcast op Instagram, Nederlands-Indië, daar moet Maarten het over hebben. Dat is namelijk een echte blinde vlek in Nederland. Nou, ten eerste vind ik het helemaal geen blinde vlek, dat is punt 1. Sterker nog, ik heb mij verwonderd over die hele recente discussie waarbij de indruk werd gewekt dat dat voor nooit was besproken, dat niemand er iets van af wist. Wanneer was die Hutting? Dat is eind jaren 60. Dat sloeg in als een bom. Wij wisten als studenten heel goed wat ze van de politionele acties en van Westerling en oorlogsmisdaden. Dat was allemaal in de jaren 60 was dat algemeen bekend. Waarom we toch in feite de geschiedenis elke 30 jaar opnieuw moeten uitvinden, dat vind ik een beetje eigenaardig eigenlijk. Maar goed, net als die slavernij, was dat onbekend? Nee, helemaal niet. Natuurlijk was er slavernij. Natuurlijk hadden wij daar ook iets mee te maken. Het wordt altijd gedaan alsof dat allemaal doodgezwegen is. Dat is absoluut onjuist. Maar goed, Indië, ja, is niet een van mijn favoriete onderwerpen, maar alleen. Wat nog meer? De Balkanoorlogen, zie ik hier van Pris van den Akker staan. Jezus, de Balkanoorlogen. Ja. Ik moet je zeggen dat ik elk jaar weer, als ik de Krimoorlog moest doen met tweedejaars studenten, dat ik elke keer weer, elk jaar was ik vergeten hoe ze aan die stomme Krimoorlog waren gekomen. Dus dat de Balkanoorlogen doen mij ook een beetje, ja, afgezien van natuurlijk het laatste drama wat tot de Eerste Wereldoorlog heeft geleid. Of bedoelt hij de nieuwe Balkanoorlogen? Nou, dat staat er niet bij, dat staat er niet bij, maar dit wordt in ieder geval genoemd. De Balkanoorlogen. Ja. Ja, jongens, het zijn daar al even lang halsafsnijders, zal ik maar even kort door de bocht zeggen. Tot nu toe vind ik de Europese Unie verreweg het interessant. Oké, okay. De Gouden Eeuw wordt ook genoemd? Nou, dat is een schitterend thema, maar of je nou mij daar als de, want ik lees gewoon een boek van Maarten Prak en dan geef ik dat op heldere wijze beknopt weer. En dan heb je een enorm aardig beeld van de 17e eeuw, althans Nederland in de 17e eeuw, hè. Laten we dat even vooropstellen. De 17e eeuw is op zichzelf al interessant, omdat het een koude eeuw was. Het was een soort, het heet ook wel de kleine ijstijd. Daar is aardig over geschreven door tegenwoordig. Daar bestaat wel een interessante literatuur over, maar die moet ik dan allemaal nog lezen voor, wat is het, 19 september of zo? 20 september, ja. 20, nee, kijk, dan kan ik beter de Unie doen. Of zijn er nog meer onderwerpen? Ja, er zijn er nog heel veel. Beste Maarten, misschien kunt u ook wat vertellen over de Armeense genocide. Groetjes Luc van den Bergen. Oh, jeetje, ja. Oké, okay, dan ik weet dat hij er was, maar daar weet ik betrekkelijk weinig van. Ja, was er genocide, zeker. Hebben de Turken zich eraan schuldig gemaakt, zeker. Ik vind zelf de Europese Unie tot op heden, van wat ik van die onderwerpen heb gehoord, het aardigste, omdat ik de Europese Unie, afgezien van de verzorgingsstaat, is de Europese Unie verreweg de meest interessante ontwikkeling van na de Tweede Wereldoorlog. Okay. Vind ik. Even kijken, er zijn nog meer dingetjes binnengekomen. Atatürk, of je daar iets over kunt vertellen? Kijk, Tom, ik kan overal iets over vertellen. Dat is niet zo'n groot probleem. De vraag is ook of ik het zelf erg interessant vind. Of dat ik het, laten we zeggen, dat het in allerlei opzichten bepalend is. Of nog steeds is voor de situatie waarin wij ons nu bevinden. En voor Nederland is de Europese Unie van eminente betekenis. En ik denk zelfs dat ook voor de wereld de Unie van eminente betekenis is. Veel groter dan de meeste mensen denken dat die is. Omdat de Europese Unie altijd zo'n beetje machteloze indruk maakt. Ja. Alsof je iemand in het water hebt gegooid die eigenlijk niet zwemmen kan. Ja. En Marijn van den Berg die stelt een heel ander onderwerp voor. Maarten, over de Beatles lijkt me interessant. Ah, de Beatles, ja. Ja, daar kan ik in ieder geval autobiografisch wil ik daar wel eens een kort stukje over doen. Dat wil ik wel doen, ja. Die sloegen. Ik herinner mij de eerste Beatle-plaat die ik hoorde. Dat herinner ik me aan de dag van gisteren. Degene die hem liet horen, zo, was al 30 jaar dood of zo.
Ja, dat weet ik. Ik zal daar een keer een kwartiertje aan wijden aan de Beatles. Dat is wel voldoende, vind ik. Oké, okay. Maar misschien heb je zelf nog voorstellen van onderwerpen. Dan kunnen we de mensen daaruit laten kiezen. Ja. Wat je normaal ook altijd doet in de lezing. Oké, okay. Ik zal er eens diep over nadenken. Voorlopig houden we het op de Unie. Okay, en als er nou enorm veel protesten komen, dan zullen we zien. Oké, okay, Europese Unie. Andere vraag nog. Waarom heeft men in de Tweede Wereldoorlog nooit de treinrails gebombardeerd? Treinrails zijn een lopende band gebombardeerd. Alleen het probleem met treinrails is dat het zo makkelijk te herstellen is. Dus, nou, er komt een gat en dan komt er een karretje met grind en twee nieuwe stukjes rails. En dat leg je erin en dan ben je meestal in een anderhalf uur bij wijze van spreken mee klaar. Zeker als er geen elektrische bovenleiding is en verder ook niks ingewikkelds. Dan is het niets is zo makkelijk te herstellen dan een kapotte spoorlijn. Oké, okay. Dus dat klopt niet, deze bewering van deze vraag? Nee, het is aan de lopende band. Emplacementen werden gebombardeerd. Sterker nog, de geallieerden hebben in Frankrijk zo ontzettend veel treinlogistiek gebombardeerd dat heel Frankrijk tenslotte een beetje vastliep na die idee. Oké. Okay. Nog een paar vragen. Waarom lijkt Maarten extra grumpy bij de slimste mens? Doet hij dat expres? Want daardoor krijgen mensen een hele andere indruk van hem. Ik doe helemaal niet extra grumpy. Het zijn meestal, mensen hebben altijd de raarste ideeën. Maar ik doe niet extra grumpy. Ik ben vaak, volgens mij wordt er ook altijd melding gemaakt van het feit dat ik gelachen heb. Of dat ik vrolijk was. Of nou weet ik voor wat. Ik ben overigens helemaal niet grumpy bij de slimste mens. Alleen wordt mij dan gevraagd, wat vindt u van de muziek van K3? Ja, dat vind ik klote muziek. Dat vind ik schandelijke muziek. Die leidt tot schimmel op de hersenen. Dat is algemeen bekend. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Ja, maar en dan ben ik grumpy. Maar het is gewoon klote muziek. Daar is iedereen die iets van muziek weet het wel over eens, dacht ik. Okay, en zo zijn er wat meer van die dingen. Ja, god, als je mij vraagt, wat vind je van programma Voetbal International, ja, dan zou ik zeggen dat is niet een programma wat voor mij wordt gemaakt, laat ik het zo zeggen. Ik hou me heel bescheiden op de vlakte. Het wordt niet voor mij gemaakt. En je moet je sowieso eigenlijk altijd afvragen bij programma's, tijdschriften, kranten, wordt het voor mij gemaakt, ja of nee? Is het gericht op iemand met mijn type van belangstelling en zo? Meestal niet, dus dan moet je er ook eigenlijk niet over opwinden. Kijk, ik kan natuurlijk morgen in de Libelle gaan zitten lezen en zeggen dat ik het een ontzettend suf blad vind. De Libelle wordt niet voor mij gemaakt, maar voor een huisvrouw van 52 die in Coevorden woont. En daar wordt de Libelle voor gemaakt, dus dan moet ik er niet over zeuren eigenlijk. Nee, dus maar dus even om de vraag te beantwoorden, is geen rol dat je daar extra boos gaat zitten doen? Nee, absoluut niet. Nee, het is een van mijn liefhebberijen, de slimste mensen. Ik zeg het toch wel, het is een uitje. Het enige wat er nog ontbreekt is een lekkere pannenkoek halverwege. Ja, dat is misschien nog wel een idee. Dat je gaat de wintereditie binnenkort toch weer opnemen? Ja, ik heb alles voorgesteld. Dat wil dit programma echt compleet gemaakt worden. Dan moet er natuurlijk zo'n man, zo'n kok staan. Dat heb je bij al die programma's tegenwoordig. Dus ik heb ook wel eens gezegd, kan er dan niet zo links achter mij zo'n man staan? Bijvoorbeeld Robert van Beckhoven, die dan een lekker kroketje maakt of zo. Of een eitje bakt. Gewoon, ja, omdat je natuurlijk, ja, god, informatie kan tegenwoordig niet zonder een kookrubriekje. Hè? Ja. Is er al iets bekend vanuit de burelen van de NPO over wat er gebeurt met Hier zijn de Van Rossums? Zeker, zeker. Wij gaan door. Mijn broer en ik hebben toestemming gekregen om door te gaan. Wel in een licht gewijzigde vorm. Ja, je hebt zult sowieso toch allerlei mensen hebben die zeggen het is niks zonder zijn zuster. Dan, ja, daar moet mee geleefd worden. Ja, ik vind het ook niet leuk dat ik het zonder mijn zuster moet doen, eerlijk gezegd. Maar zo is het nu eenmaal. Ja. Maar ja, we hebben er al over vergaderd en we hebben ook de locaties al grotendeels vastgesteld. En ergens in eind september gaan we aan de opnames beginnen. Okay. Dat is goed nieuws. Hoe is het met je voet trouwens? Nou, het is niet groot, moet ik je zeggen. Het is wel wat beter. Maar ik spaar het ook nog steeds. Dus ja, ik zit op Texel. Mijn grootste liefhebberij op Texel is het wandelen op Texel. En ik kan niet wandelen. Dus ik zit wel op dat terrasje achter het huisje. Daar heb je een prachtig huis zitten over. Daar geniet ik wel van. En ik kijk naar de ondergaande zon en zo. Maar ja, wandelen zit er niet in voorlopig. Nee.
Even kijken. Dan maar het, wordt wel, het wordt geleidelijk aan wel iets beter, laat ik het zo zeggen. Laat ik het positief houden. Alex. Niet grumpy over mijn voet. Nee. Alex Pickert, meneer Van Rossum, wat vindt u van het idee van de Partij voor de Dieren in het kader van het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen om tankstations te sluiten en het bouwen van nieuwe tankstations te verbieden? Nou, dat lijkt me een achterlijk idee. Want dat betekent alleen maar dat het bij de overblijvende tankstations veel drukker wordt en dat we allemaal in de rij moeten gaan staan. Hè? Dus dat lijkt me ook niet zo'n verstandig idee. Je kunt veel beter, kan de Europese Unie zo druk maken over het maken van zuinigheidsvoorschriften voor auto's. Auto's kunnen een stuk zuiniger, maar ja, je weet dat Duitsland daar altijd dwars ligt. Want Duitsers willen gewoon zo'n Audi A7 kopen met 500 pk. Ja, die zijn niet zuinig, dat kan ik je verzekeren. Maar we kunnen, als je daar echt op gaat letten, kun je een stuk zuiniger auto rijden dan de meeste mensen nu doen. Ten eerste kun je natuurlijk elektrisch rijden, maar elektrisch rijden is nog steeds verrassend duur, terwijl het eigenlijk simpeler in elkaar steekt dan een auto met een verbrandingsmotor. Maar je kunt ook denken aan hybride auto's, daar kun je relatief heel zuinig mee rijden. Dus ik denk dat de Europese Unie op dat punt aangesproken moet worden. Zorg voor veel scherpere zuinigheidsvoorschriften. Alleen weet je zeker wat er gebeurt dat Duitsland dwars ligt. En als Duitsland dwars ligt, dames en heren luisteraars, dan gebeurt er niets. En Stefan die wil nog weten, stel Maarten zou emigreren, naar welk land zou Maarten dan gaan en waarom? Oh, Maarten is helemaal niet van plan om te emigreren. Het hele idee dat ik mijn podcast in steenkolen Engels zou moeten doen of in het Duits, waarbij ik eerst een uurtje zou moeten oefenen. Ik weet het, ik heb allerlei bezwaren tegen Nederland, maar in principe zijn dat allemaal bezwaren die elders even ernstig zouden kunnen zijn. Ik ben 10 dagen in Wyoming geweest. Dat is de minst dichtbevolkte Amerikaanse staat. 6 keer zo groot als Nederland, 500.000 inwoners. Je rijdt daar over die wegen. We maakten een hele lange rit daar zo'n beetje door dat noordelijke stuk van de staat. We hebben een uur gereden zonder tegenliggers. En dan zie je her en der zie je zo'n boerderij liggen met zo'n windmolentje erbij. En dan denk je, jongen. Wat een eenzaamheid, wat een immens overweldigend uitzicht. Wat moet het heerlijk zijn om hier te wonen, denk je dan eventjes in de auto. En dan ga je daarover na zitten denken, dan denk je, God allemachtig, je zult dan toch in je eentje zitten in die immense, verpletterende leegte. Ik moet er niet aan denken. Ik ben wat dat betreft toch eigenlijk, denk ik, diep in mijn hart een echte stadsbewoner. Ja, ik wilde wel eens even uit voor een wandelingetje, een ondergaand zonnetje her of der, maar in mijn hart ben ik een stadsbewoner. Dus ja, ik ben niet van plan te emigreren. Ik heb ook nooit plannen gehad om te emigreren, ook niet toen ik jong was. 0,0. Dat voor een belangrijk gedeelte lag dat bij mij aan het feit dat ik verslaafd ben aan de taal die ik nou eenmaal als kind geleerd heb, namelijk Nederlands. Ik spreek heel behoorlijk Engels, maar ik moet er niet aan denken dat ik mijn hersens nog in het Engels aan het werk moet zetten. Even kijken, we hebben ook nog een reactie gekregen. We hebben het over het korps natuurlijk gehad in vorige afleveringen. En Joost heeft gereageerd. Hij zegt het zogenoemde VU-korps is in tegenstelling tot wat de vraagsteller uit de laatste aflevering stelde wel degelijk een nep-korps. Dat is eigenlijk wat jij ook zei, Maarten. De corpora zijn namelijk alleen die verenigingen die door de algemene senatenvergadering worden erkend. En dat zijn alleen de corpora in Amsterdam, Leiden, Delft, Rotterdam, Groningen en Wageningen. Dat het VU-korps het woord korps in haar naam gebruikt, verandert daar helemaal niets aan. Evenmin als bijvoorbeeld ESC, het Eindhoven Studentenkorps, ook een korps is. Hartelijk groet van Joost. Oh, je vergat nog Utrecht te vermelden volgens mij. Utrecht, goed. Je hebt helemaal gelijk. Dat moet er ook bij dat. Ja, nu je ziet dat ik toch in mijn eer word aangetast nu. Ja, ik moet je eerlijk bekennen dat het mijn werk geen reet kan schelen. Welk koor erkend is en welk niet. Het is een wonderlijke wereld waarbij adolescenten net echt wereldjes spelen. Zoiets is het eigenlijk. Het is uiteindelijk, hoe kwalijk ook in sommige van zijn uitwassen, is het een kinderachtig spel.
is die hele studenten, dat hele gedoe met die linten en die deftige gezichtentrekkerij en allemaal flauwekul uiteindelijk. Ik boek gun het iedereen van harte, maar het is spel, niks anders dan dat. Ja, nou, ik fiets er weer door de stad nu. Er is nu overal ook een hele mooie oude pand in de stad. Overal zijn er weer feestjes, hè, en kelders en nou ja, noem maar op. Bussen, bussen met discolampen. Ja, ik hoop vooral dat mensen zich inhouden bij die groene, die ontgroeningen. Ja. En toch nog veel reacties over ASML. Hier weer een bericht. In de podcast over ASML vroegen jullie om reacties. Mocht je ooit bij ASML zijn, wil ik één mooi kunstwerk onder de aandacht brengen. Namelijk achter ASML is een autotunnel. En die tunnel die is veranderd in één groot kunstwerk. De vragensteller werkt zelf als docent op het Sondervik College in Veldhoven. En ze hebben altijd leuk samengewerkt met ASML. Zo ben ik benaderd, zegt hij, of leerlingen van het Sondervik College mee willen denken over de verfraaiing van de tunnel. Na vele brainstorm- en ontwerpsessies, waarbij onze leerlingen samenwerkten met professionele kunstenaars, is het huidige ontwerp tot stand gekomen. En ASML zou ASML niet zijn als het niet gekoppeld zou zijn aan techniek. Samen met onze leerlingen bedachten we namelijk een AR-laag erbij. Dus als je door je telefoon naar het kunstwerk kijkt, zie je het tot leven komen. En zo explodeert er bijvoorbeeld een tintdruppel door er met een laser op te schieten midden in de tunnel. Dit is natuurlijk gebaseerd op de techniek die ASML gebruikt in hun machines. Dus mocht je ooit in de buurt komen van ASML, dan is het zeker de moeite waard. Ah, ja, ik heb ooit wel eens een lezing in Veldhoven gehouden, maar ik geloof dat ik toen nog nooit van ASML had gehoord zelfs. Dus oké, ik zal, ja, je komt niet elke dag in Veldhoven, dat is het probleem eigenlijk. Laat staan met een gekwetste enkel. Ik zal er gaan kijken als ik daar in de buurt ben. Leuk voor Maarten nog te doen om Texel de vuurtoren bezoeken. Want deze vuurtoren herbergt veel verhalen en geschiedenis, waaronder het hoogtepunt van de opstand van de Georgiërs aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, zegt Leon Hermans. Ik moet toch de vraagsteller weer teleurstellen en misschien iedereen teleurstellen door te onthullen dat ik eigenlijk niks heb met het noordelijke deel van het eiland. Ik weet dat de vuurtoren er staat en god, mijn hele familie is vanmiddag daar gaan lunchen en dat ding wat daar. Eigenlijk is Texel al een beetje te groot voor mij. Ik weet zoveel leuke wandelingen dat ik hoef niet naar de vuurtoren. Ik weet dat dit er staat. Ik heb er vaak naar gekeken. Ik ben er vroeger regelmatig in de buurt geweest. We gingen vroeger veel vaker in de Slufter wandelen. Doen we tegenwoordig ook niet meer. Als ik in de buurt ben en bovendien naar boven klimmen kan ik niet. Laat ik dat even. Ik neem aan dat het niet moderne elektrische lift in zit. Dus dat voor mij ik ben sowieso al veroordeeld tot het laagste niveau. Ja. Hij zegt ook de kogelgaten die zijn nog te zien in de oude muur van de toren waaromheen een nieuwe mantel is gebouwd. Een echte aanrader. Oké. Nou, dank voor het aanraden, maar het zal er denk ik niet van komen. Nee. Overigens is kogelgaten een enorm interessant object. Tal van Europese steden die zitten, als je het even weet en als je een klein beetje oplet, vol met kogelgaten. Echt ongelooflijk. Of het nu Wenen is of Budapest, het zit vol met kogelgaten. Berlijn, de juiste plekken, wordt natuurlijk veel hersteld daar, maar ja. Ja, nee, het Europees verleden is in de vorm van kogelgaten zeer prominent aanwezig. Oké. Nou, dit was de laatste podcast die we op deze manier voorlopig hebben opgenomen in ieder geval. Ja, tot grote vreugde, niet waar, van onze luisteraars zal de volgende podcast dus weer in de auto worden opgenomen. Ja, even kijken, nog een paar kleine administratiedingetjes. Ik zal beeld en geluid nog een keer even vragen naar die data. Ik zal even kijken naar een geschikt moment. Ja, jij moet even kijken of die data die ze hebben gestuurd, of dat voor jou kan. Ik zal het nog een keer even opnieuw sturen. Dan heb je dat weer bovenaan staan in je mail. Ja, dat is oké. En er was nog één vraag vanuit het Philips Museum binnengekomen. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Ja, dat zag ik. Ja, maar dan zou ik. Ik heb dat al ooit bezocht, het Philips Museum, namelijk met mijn broer en zus. Want we hebben Eindhoven gedaan. Ja, maar zij vraagt nu of je een lezing wil komen houden, hè? Dat begrijp ik, ja. Maar dan zou ik pas wel iets meer moeten verdiepen in de geschiedenis van het bedrijf. Oké. Of ik zou in heel algemene zin iets moeten zeggen over de opkomst van dit type van bedrijven in de late 19e eeuw en hoe dat kwam. En hoe ze het natuurlijk vooral ook na de Tweede Wereldoorlog een enorme bloeiperiode hebben doorgemaakt. En tenslotte, dat is een beetje toch mijn gevoel bij Philips, in
in mindere tijden terecht zijn gekomen. Ook hun reputatie als innovatief, technologisch innovatief bedrijf ook een beetje de grabbel hebben gegooid. Maar goed, daar zou ik me naar meer aan moeten verdiepen. Wat zal ik die mensen terugsturen? Dat ik het een prettig en interessant voorstel vind en dat ik wel bereid ben om iets te komen zeggen in brede zin over wat overigens onterecht de Tweede Industriële Revolutie wordt genoemd en welke effecten die heeft gehad en hoe die 100 jaar in elkaar zitten tussen zeg maar 1870 en 1970. Oké, dat is goed. Nou, bedankt. Ik wens je een fijne vakantie daar nog. Ja, ik ga weer op het terras zitten met het windje om de oren. Heerlijk. Ja. Geniet ervan. Ja, dat ga ik doen. Hey Tom, tot spoedig. Tot volgende week. Waarschijnlijk zaterdag, maar ik zie het wel. Ja? Dat is goed. We mailen wel eventjes. Jo. Oké. Okay. Fijne dag. Adieu. Ik doe helemaal niet extra grumpy.